Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Jamie en in deze video heb ik iets totaal anders gedaan dat jullie van mij gewend zijn. Normaal is het een vlog, een tag, een challenge, maar deze video staat in het teken van de pashokjes shoplog. En je ziet het heel vaak gewoon op YouTube voorbij komen dat er mensen gaan naar de winkels die filmen wat ze gaan kopen of niet gaan kopen en wat er in de winkels hangt. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben naar Rotterdam geweest met Glamour Day, met Floortje en Natalia. En ik heb aardig wat leuke dingen, maar ook minder leuke dingen gepast. Dus, gaan jullie mee? We gaan naar Rotterdam. Let's go! Dit shirt? Nee. Is zo strak en lelijk, joh. Nee. Wat de hel? Wat doe je? Nee. Deze paarse trui aan. Hier staat Off Duet. Het is wel echt leuk. Maar hij loopt hier. Kijk, hij is hier heel lelijk. Dus, no go. Nu heb ik dit spijkerjekje aan. Ik weet niet wat ik van deze details moet vinden. Maar hij is super leuk en hij is 40 euro. Nee. Maar hij is wel oké. Maar ik vind hem nog niet echt bijzonder of zo. En ik weet niet of dit echt mijn steltje is met die gaat hier. Nou, ik weet het niet. Laat even weten in de comments of ik deze alsnog moet halen. Guys, ik heb het even aan. En oh my god, ik lijk wel een mislukte Teletubby. Hoe heet die ene paarse Lala? Nee. Je hebt Dipsy, Winky, Dipsy, Lala, Popo is die rode volgens mij. Ik lijk net op Dinky Winky met dit pakje, man. Kijk dit. Dinky Winky. Dipsy, Lala, Po. Nou, fijn. En ook die streep hier, kijk. Hij is wel leuk. Voor de mensen die een beetje dunne benen hebben. Dit is wel echt leuk voor mensen. Oh, dit lijkt net een sportlegging. Nee, ik haat dit ding. Nee. Lelijk. Oké, ik sta dus nu in de toren. Dit oppassen. Deze daddy coat. Deze. En hierachter ook nog een trui. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Deze komt van H&M. Justin Bieber. Jasje. Broek. Verske. Vins. En mijn Louis. En ik ga nu deze items passen. En deze is al super leuk. Limited edition. Dus pas hem maar. Oké, ik heb dus even trui aan. Met hier een roze streep. En een soort blauwe streep. Hij zit super lekker, maar bij heel veel winkels heb ik gewoon het zwaar probleem dat mijn buik gewoon duidelijk te zien is. En dat vind ik gewoon persoonlijk niet zo heel mooi. Maar deze is wel echt lekker zacht en warm. En deze is 29,99. Dus laat even weten in de comments of ik deze moet kopen. Dan heb ik de teddy coat aan. Deze is 50 euro. Ik heb hem zo warm, want ik heb zeg maar onder nog deze trui aan. Hij is super leuk, lekker dik ook. En ook hier een goede aansluiting. Super mooi. Maar ik vind hem gewoon te warm. Dus ik ga deze snel uitdoen en ik denk niet dat ik deze koop. Want ook al staat dat limited edition op. What the fuck. Oké, uitdoen snel. Deze trui is zo leuk. Kijk guys. Deze trui is zo leuk. Er staat hier Party. Wat staat hier? Monster Club Kit en op de rug staat er ook. Ik weet niet wat er staat. Dus deze trui, super leuk. En hij is 1999. Deze trui, er staat hier op. Stay Pink. Super leuk. Leuke armdetail ook. Super gaaf. Hij is, even kijken. 26 euro. Maar ik ga er hier even ook nog over nadenken. Want als ik aan het einde van de dag het nog steeds leuk vind, dan neem ik hem mee. En dan hebben jullie alvast een preview van wat er in de winkel hangt. Deze trui dus. En het laatste wat ik ga passen bij de Poolbeer is dit shirt. Zwart shirtje met een leeuw en tekst. En twee verschillende soorten zwart. Volgens mij is het zwart. Zwart. Dit is een soort grijs op camera. Ik vind het leuk. Dus deze ga ik misschien wel kopen.
maar ik twijfel misschien nog wel. Maar ik twijfel over heel veel van deze, kleding hoor. Ik weet het allemaal niet. Ja, ik ga nog even over nadenken. Ik ging trouwens ook nog even nadenken over deze trui. Of ik die überhaupt wel wil. En als ik dan er nog steeds aan denk, dan neem ik hem mee. Oké, guys, mijn camera is op. We zitten nu bij Baker & More. En ik heb chocomelk. En ik moet dit erin gooien. Moet dit er één keer in? Ja, en dan roeren met je lepel. Oké. Okay. Dan gaat het smelten. Wat zit aan de zijkant? Auw. Dat is heet, schat. En Natalia heeft een munthee. En jij hebt een ijsthee. Yay! En zijn hier aan het vlechten. En zometeen gaan we weer verder shoppen. Eerst heet thee. Yay! En wat heb jij besteld? Healthy. Avocado en zo. En een broodje. En jij, Natalia? Ik heb ook een healthy salad. En ik heb een broodje ei. En Natalia, hij lachte me net kaart uit. Maar dit gaan we lekker drinken. Een broodje ei kan je ook thuis eten, jongens. Ja, dat dus. Lekker drinken en straks eten. Joepie! Even straks weer verder shoppen. Natalia maakt foto's van dit. Ja. Ik heb lekker ei. Floortje heeft een salade en Natalia heeft ook een salade. En dit is dus lekker om op te eten. En daar gaat ze weer hoor, daar gaat ze weer. Natalia... Broodje ei verpest het echt. Natalia in actie, Floortje zit echt zo van... bijna klaar. Floortje mag bijna eten. Bijna klaar. Eten. Oké, ik film even mijn mobiel. Maar ik sta nu in de H&M en ik ga Justin Bieber merch passen. Ik heb deze trui, dit shirt, deze broek, nog een gele broek. En ik ga nu lekker passen. Oké, dit is het gele pakje. Superleuk. Echt. Met dit. Deze is echt heel erg leuk. Dus deze ga ik meenemen. Kijk, dit is het shirt met... lange mouwen. Super leuk. Dit staat op de mouw. Super leuk. Ik vind het ook heel leuk staan met deze gele broek. Als ik hem gewoon wat crop of zo. Maar dit staat er dus op de voorkant. Stadium Tour. En dan doe ik het even zo. Dit staat er op de Dit staat er op de rug. Super leuk. Dus deze ga ik ook meenemen. Oké, en dit is het shirt met de beaver. En op de achterkant, superleuk. Maar ik ga hem niet nemen, want hij zit hier heel lelijk. Dus dit is het enige, denk ik, wat ik kan niet nemen. En nu is het tijd om de rode broek te gaan passen. Die ik ga sowieso nemen, maar ik heb een stemmaatje gepakt, L en M. En dan ga ik even kijken welke ook weer lekkerder zat. Sorry, dat moest ik even doen. Oké, ik heb nu de broek aan. Hij is best wel lekker. Hij zit super ruim. Watje, we zitten in de ballenbak. Wee! Auw. 2, 1. Oh, ik heb er eentje overheen gegooid. Nee, echt? Kijk, jongens. Floortje. Oké, yay! Inmiddels ben ik weer thuis en ik heb wat geshopt natuurlijk. Dat hebben jullie kunnen zien in deze video. Want deze video was een pashokje shopvlog, maar ik heb ook nog wat dingetjes gekocht die niet in deze video zitten. Ik ben onder andere bij Starbucks geweest en daar was een 25% korting op alles. Op Rotterdam Centraal, ik weet niet of ze alle Starbucks filialen hebben. Maar ik wilde heel graag zo'n beker, dus ik heb nu zelf maar zo'n beker gekocht met het bekende Starbucks logo erop. Hoeveel kan hierin? Nou, genoeg. Hoeveel? Ines is trouwens niet bij mij, dus dat is wel leuk. Half liter kan hierin. Superleuk. Natuurlijk heb ik ook nog wel bij de H&M gekocht, maar dat hebben jullie ook allemaal kunnen zien. Maar ik heb ook nog van anders gekocht. Ines doet vervelend. Deze was 5 euro en dan ging ineens 20% korting af. Dus uiteindelijk werd hij nog maar, was hij 4. Dat is deze, dat Pink Floyd The Wall
superleuk. Wat is je lievelingsliedje ervan? Mijn favoriete liedje is... The Wall. Nee, grapje. Ik heb ook nog, bij de HEMA heb ik een map gekocht voor mijn opleiding. Heb ik deze map nodig. En deze was een euro. Dus, yay! Superleuk! Dan heb ik nog, heel leuk, een notitieboekje gekocht voor 2 euro. Met een leuke print in. Maar deze heb ik nodig voor bijvoorbeeld Nederlands. Of dat soort dingen om gewoon dingetjes op te schrijven. En dan als laatste bij de HEMA heb ik... twee zakken popcorn. Sweet. Sweet en salty door elkaar. Door elkaar. Hoe de fuck kan jij dat niet lekker vinden? Als je er 2 pakt, is eentje zoet, eentje zout. Nee. Ze zijn mix, dus ze zoet en zout in 1. Jij krijgt niets. En dan ben ik nog... Het is net zoals dat je gewoon iets zuurs gaat eten. En dan ben ik nog bij de Albert Heijn geweest. Niet heel interessant, maar goed. Als eerste... cheese onion chips. Rookie chips. Ines gaat me nu echt aankijken van wat heb je gekocht. Maar ik heb ook dit gekocht. Taxi. Because I love taxi. Oreo cookies. Een flesje cola. En... appelsap! Dus dit was alles wat ik heb gekocht. Ja, maar dat heb ik al laten zien in de paskamer. Van dat ik het heb gekocht. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik jullie in een next video. In de volgende video dus. Tot de volgende video. Doei.